We zien hier mopshonden in de leeftijd tussen de 1 en de 3 jaar. En die doen op dit moment een conditietest. Dat betekent dat ze een kilometer moeten lopen, 1000 meter. We hebben dat ook precies uitgemeten met een landmeter. Dus ze lopen 10 rondjes van 100 meter elk. En dat moeten ze binnen de 12 minuten doen. Dus dat is een normaal wandeltempo. Beetje doorlopen. En vervolgens gaan ze daarvan herstellen. Van tevoren meten we ze op. Dus we meten de temperatuur, de pols, de ademhaling, of ze ook geluid maken. En daarna gaan we dat weer doen. Dus het is een minimale inspanning, een kleine inspanning, waar je ook vlot van moet herstellen. Dus als je dat niet haalt, moet je achter je oren krabben of je wel een gezonde hond hebt. Eigenlijk ben ik van mening van niet. En dan kan het zijn dat je gewoon nooit wat met je hond doet, dat hij daarom een slechte conditie heeft. Het kan zijn dat hij wat te dik is en dat je daardoor al een wat meer ruimte en lucht kan geven. En het kan zijn dat hij gewoon niet goed gebouwd is en dat die neus niet functioneel is en daardoor te weinig zuurstof in het lichaam brengt en ook de temperatuurregulatie van die honden niet goed is. Ja, op dit moment gaan wij daar als Raad van Beheer niet direct consequenties aan verbinden. Maar het is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de fokker om de juiste dieren in te zetten voor de fokkerij. En dan is het niet aan te raden om daarmee te gaan fokken. Aan de andere kant is het te verwachten dat er regelgeving komt vanuit de overheid. En dan gaat het dus niet of een hond een stamboom heeft of niet. Maar dan gaat het erom van ja, wat is nou goed fokmateriaal? Waarmee mag je fokken? En dan is het ook niet verstandig, want dan kan je niet aantonen dat je een gezonde hond hebt om mee te fokken. Dus als er dan vervolgens problemen zijn en ze komen bij je op controle, kan dat betekenen dat je dat niet had moeten doen. Hoe belangrijk is een dergelijke gezondheidstest voor de rasvereniging? Ik denk dat een dergelijke test ontzettend belangrijk is voor de rasvereniging. Dit geeft echt wel een behoorlijk beeld van wat de kwaliteit van de mops is. De hondjes komen van gewoon liefhebbers en van fokkers die binnen de rasvereniging fokken. Dus het is wel een beeld over de totaalpopulatie. Ik denk dat we tevreden kunnen zijn met de opkomst. En dat we na vandaag beter zicht hebben op hoe het ervoor staat met de populatie. Ik vind over het algemeen genomen zijn de honden vitaal. De meeste hondjes zijn ook niet te zwaar. Ze lopen vrij. Ademhaling, je hoort hier en daar wel wat bijgeluiden, maar niet excessief. Dus ik denk dat we tevreden kunnen zijn over wat we tot nog toe hebben gezien. Nou, even advocaat van de duivel spelen. Zijn de mensen met de, laten we maar zeggen, slechte honden nou gewoon weggebleven? Dat risico is er als je iets organiseert en je beperkt je tot de fokkers, is dat natuurlijk altijd wel. Want als die er materiaal moeten laten zien, dan nemen ze natuurlijk bij voorkeur het beste materiaal mee. Maar in dit geval is het zo dus dat er ook gewoon eigenaren met een hondje op de bank zogezegd benaderd zijn. Ja, en die vinden het gewoon leuk om mee te doen aan zo'n happening. U heeft straks een beeld van de populatie, u bent ook een rasvereniging. Hoe gaat u dit beeld, die nulmeting en eventuele vervolgonderzoeken ook inzetten in het fokprogramma van uw eigen vereniging? Er komen nadere regels aan, ook ten aanzien van het exterieur van de honden. En met name voor brachycefale rassen heeft dat consequenties. Dus waarschijnlijk moet er een minimum snuitlengte op honden zitten. En ook andere elementen zoals de dikte van de nek die worden gemeten. Dat rapport, dat komt als goed is binnen een paar weken uit. En meteen daarna zullen we ons gaan beraden over wat de consequenties zijn. En dan gaan we heel snel kijken naar het fokbeleid voor de toekomst. Maar het zal ongetwijfeld ingrijpend veranderen. Ik ben op zich blij verrast met hoeveel activiteit het merendeel van de hondjes aan kan. Het is natuurlijk wel een klein groepje, hè, wat we nu aan het bekijken zijn, van een relatief jonge leeftijd. Maar daar ben ik wel blij verrast door. Er zijn zeker natuurlijk een aantal punten van zorg waar we verder naar moeten kijken. Maar ik denk dat het goed zal vallen bij de rasvereniging en dat we met z'n allen zeker een nog verdere verbetering moeten kunnen krijgen. U zegt zelf al rasverenigingen. Er zijn natuurlijk bijna een viervoud van deze honden die uit een heel ander soort fok komen. Ja. Die veel ongecontroleerder is. Hoe moeten we daar als overheid, als Nederlandse samenleving mee omgaan met dat soort honden? Want die zijn veel moeilijker controleerbaar. Ja, ze zijn wel moeilijker controleerbaar. Maar dat betekent niet dat er niets aan gedaan kan worden. En zeker als straks via de overheid er mogelijk wetgeving is, dan kan dat gehandhaafd worden. Ook voor alle dieren buiten de geregistreerde honden bij de kennelclubs.
Dus in principe is het ook het idee dat, dat die wetgeving geldt voor alle honden. Het welzijn van elke hond telt, hè? Dus ook niet alleen van de rashonden, waar natuurlijk veel meer kijk op is, maar zeker ook van alle honden die nergens geregistreerd staan. Ja. De honden die straks of hier of elders te veel snurken niet voldoen. Wat kan je er verder nog mee? Hoe zou je er verder mee om moeten gaan? Het merendeel van de problemen die leidt tot gezondheidsklachten, daar zijn behandelingen voor. We willen natuurlijk alleen niet over 10, 20 jaar nog steeds dezelfde behandelingen uitvoeren die je kunt voorkomen door op de juiste manier te fokken. Maar voor de individuele hond is er zeker wat aan te doen. We hebben ook honden met heel andere vormen, maar die ook weer heel andere vormen van gezondheidsproblemen hebben. Rashonden of niet. Zouden dit soort onderzoeken ook voor dat soort honden gedaan moeten worden? Het hangt heel vanaf wat je met een hond wil. Hè? Het is zeker zo dat je voor het welzijn van het dier, dat ze goed moeten kunnen bewegen, goed moeten kunnen ademen, kunnen zien, horen, ruiken, noem maar op. Dus als daar twijfel over is bij bepaalde andere rassen, dan kun je daar specifiek zeker ook naar kijken op een soortgelijke manier. Is er misschien geen conditietest nodig? Voor sommige honden zal dat sowieso prima lukken. Maar kun je bijvoorbeeld dit soort dingen organiseren om naar die specifieke knelpunten te kijken die bij dat ras voorkomt? Ja. Je denkt dat in klein rashondje is en je hebt een beeld van de mopshond dat het een heel klein hondje is die veel last heeft van ademhaling. Maar dat valt echt reuze mee hier. Ik vind het echt top. Als je het zou vergelijken met de Engelse bulldog, gaat de mopshond dan eigenlijk beter? Ja, dat wel. De mopshond is beter dan qua gezondheid. Wat we nu zien als eerste nulmeting dan de Engelse bulldog toen wij de eerste nulmeting deden. Ja, dan begrijp ik dat het nu met de Engelse bulldog wat beter gaat? Ja, de Engelse bulldog gaat echt vooruit. Dat zie je echt. De mensen gaan er serieus mee om. En serieus met, met de dieren om. En je ziet echt heel in de tijd dat we bezig zijn een echte vooruitgang. Hoopt u ook dat het bij steeds meer rassen gaat gebeuren? Ook al zijn het misschien met andere gezondheidsproblemen. Ja, natuurlijk hopen we natuurlijk dat de mensen zich verantwoordelijk zetten voor het product wat, het klinkt raar, het product wat ze willen verkopen. En dat ze daar, en dat mag voor alle rashonden, vind ik, dit moet eigenlijk een gezondheidstest zijn. Waarom komt u hier? Omdat ik heel benieuwd was naar de gezondheidsresultaten van de mopshond. Omdat je gewoon, ze komen gewoon heel vaak in het nieuws. En ik was heel nieuwsgierig naar de resultaten. Vindt u het belangrijk dat dit soort dingen georganiseerd worden voor een ras wat samen met een paar andere kortsnuitrassen toch wel nogal negatief in de belangstelling staat? Ja, absoluut. Want zo krijg je wel de kans. Kijk, je koopt er eentje bij een erkende fokker en je hoopt dan dat alles goed gaat. En door deze activiteiten krijg je de feiten en weet je zeg maar zeker dat alles goed gaat, ja of nee? Opvallend vind ik dat OE misschien wat aanmerkingen zou kunnen hebben ten aanzien van open neusgaten en dergelijke. Dat de fitheid daarentegen lijkt op dit moment gewoon heel goed te zijn. Hè? Dus je kunt dus niet direct zeggen van omdat wij een wat kortere neus vinden dat daarmee ook de fitheid onmiddellijk achteruit holt. Dus dat is een positief iets. We zullen al deze gegevens met elkaar moeten samen nemen en te zien waar staan we nu en wat kunnen we doen om het uiterlijk van de mops en de gezondheid van de mops te verbeteren naar de toekomst toe. We zijn niet bezig echt om een exterieurkeuring te doen. We zijn echt bezig om te kijken naar neuslengte, schedellengte. Hoe ziet de rimpel eruit? Hoe ziet het oog eruit? Hoe is de ademhaling voor ons hoorbaar? Want bij de dierenartsen doen ze dus andere proeven. We zijn duidelijk eigenlijk een nullijn aan het bepalen van waar gaat straks het zaakje daarop op spelen. Wat is de belangrijke punten erop? Een ongezonde hond kan geen mooie hond zijn. Dus als keurmeester moet je niet alleen kijken naar hoe mooi die is, maar ook hoe gezond die is. Buiten je eigen niet te gaan bemoeien als dierenarts. Maar als een hond staat te sterven omdat hij geen adem kan halen, kan hij nooit mooi zijn. Dus dat is heel kort. Plus dat horen wij ook wel. Hè? Dat is natuurlijk, daar hoef je geen dierenarts voor te zijn. Als je goed oplet, dan hoor je dat. Je hoort als een hond gaat snorten. Hè? Dat typische wat je ook bij paarden wel eens hoort. Dat hoor je en dat kun je constateren zonder dat je daar meteen een bepaalde gevolgtrekking uit haalt. Want het is een dierenarts voorbehouden om dat te doen. Je kunt het alleen dus opmerken en in het verslag vastleggen. En er wat mee doen. Als je 10 honden in de ring hebt staan en 2 maken heel veel geluid met ademhaling, dan weet je dat er een verschil is. En dan weet je ook dat je kunt kwalificeren en kunt selecteren op de honden die dat niet doen.
inzichten veranderen? Wat wij in 20, 25, 30 jaar geleden nog acceptabel vonden, vinden we niet meer acceptabel. Ook ten aanzien van de paringen, familielijnteelt. We vinden echt dat we daarvan weg moeten gaan blijven. Dat we moeten zorgen naar een zo breed mogelijke achtergrond van de honden. En dat is ook iets wat we willen wat vastgelegd is in een fokreglement. Om daarmee ook je genenpool, je variatie binnen de erfelijke factoren die van belang zijn voor de gezondheid van het ras, om die zo groot mogelijk te maken. En dat is iets wat je dus kunt reguleren binnen een rasvereniging, in samenwerking met de Raad van Beheer, maar wat helemaal losgelaten wordt bij stamomloze honden of bij fokkers die niet aangesloten zijn bij een rasvereniging. Ten eerste, kijk naar de vader en de moeder. Kijk naar de mensen of ze geregistreerd zijn. Of ze ook de gezondheidsverklaringen hebben indien daarbij aanwezig. En ga niet emotioneel een hond kopen. Als de mensen een auto kopen, gaan ze eerst 20 foto's doorlezen. En dan gaan ze proefrijden enzovoort enzovoort. En een hond beslissen zou doen binnen 5 minuten. Dus echt voorlichten en je laten voorlichten ook door anderen. En ga niet alleen maar naar een nestje kijken. Want als je een pupje ziet leggen van 3, 4 weken, dan smelt je, al is het bij wijze van spreken een Bengaalse tijger die je over 2 jaar opeet. Met andere woorden, laat je voorlichten door de juiste mensen. Ja, en zorg voor nazorg. Hè? Dat je vereist nazorg van de fokker. Die kan helpen met een aantal zaken waar je als nieuwe eigenaar geen weet van hebt. En wees daar zorgvuldig in. Zo bij de auto, de aftersale. Heel belangrijk.